week reis ik op een bijzondere manier onze provincie door om te praten met gewone mensen met bijzondere verhalen. En vandaag mag ik mee met de mensen van de voedselbank. Ga ze halen. Gezellig hoor. Dan gaan we naar de voedselbank. Ja. En dan gaan we brood ophalen. En eventueel andere goederen die hun te veel hebben. Is dat sowieso dat voedselbanken veel uitwisselen? Niet dat ik weet. Ik weet wel van ons dat wij veel uitwisselen. Maar wij ondersteunen ook de andere uitgiftepunten in Utrecht. Wij zijn ook het enige uitgiftepunt die eigen vervoer hebt en eigen leveranciers hebben. Als jij Utrecht zegt, Utrecht, dan kan ik wel horen waar je geboren bent, denk ik. Ja. Kom je ook echt uit de stad? Wiegje stond in de stad? Ja. In de Vaartstraat, naast het oude UMC op de Singel. Ja, en hoe lang geleden is dat? Even kijken, dat is 47 jaar geleden dat ik daar weg ben. Oh, ja. 51 jaar geleden ben ik daar geboren. Altijd in Utrecht gebleven? Nee. Nee? Waar ben je allemaal naartoe gezworven? Westbroek, Loosdrecht, Maarsen, Northampton. Oh! Dus, ik heb wel een beetje gezworven. Dat is echt zo. Wat ging je daar dan doen? Ik gewerkt een jaar lang op de vrachtwagen. En toen kwam ik terug met medische klachten, geen sollicitatieplicht. En toen ben ik 3 jaar geleden bij de voedselbank terechtgekomen. Ja, en bevalt het je? Ja, dat is leuk werk. En vooral zaterdags met die uitgifte, als je de mensen weg ziet gewoon met de volle tassen en de lach op hun gezicht. De dankbaarheid die je er dan voor krijgt. Nou, ik durf haast wel te zeggen dat ze bij ons in Ondiep het grootste pakket krijgen. En dat komt mede doordat wij zelf onze eigen leveranciers hebben. Dus niet afhankelijk zijn van het distributiecentrum waar we aangeleverd krijgen. Maar we bouwen ook zelf onze voorraad op. Dit is Leersemal, toch? Dit is Leersemal, ja. Ja, we zijn er ook bijna. Overberg, Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergen, Maren, Maarsbergen. Ja, het is een enorm gebied. Ja. Mensen moeten van ver komen om hun pakket te gaan halen. Ja. Maar dat gaat, het idee van de voedselbank is natuurlijk een beetje, mensen moeten er zelf ook wat voor doen. Dus het is goed dat ze moeten komen halen. En je ziet dat mensen met elkaar rijden, met de bus komen, met de fiets komen. Of iemand van de kerk regelen. Dus het lukt altijd uiteindelijk wel. Ja. Wat voor gezinnen bedienen jullie? Wij hebben 80 gezinnen op het moment ongeveer en de helft daarvan zijn eenpersoonshuishoudens. Dus dat is wel opvallend, vind ik altijd. Ja. Dat heel veel mensen alleen het hoofd niet boven water kunnen houden eigenlijk. Ja. Je ziet dat juist die het moeilijk hebben. Ja. En zijn ze dan snel weer uit zo'n voedselbank situatie? Nou, er zijn adressen die gewoon al jaren daar zitten en er niet uitkomen ook. Want officieel mogen ze maar beperkt. Officieel is het volgens mij 3 jaar. En dan heb je gewoon een oogje toe. Ja, zolang wij genoeg aanvoer hebben. Kijk, als we niet genoeg producten krijgen, en dan zou je op een gegeven moment misschien moeten zeggen van dat kan niet meer. Nee. Maar ja, dan zou ik er toch voor pleiten om via de gemeente iets anders voor zulke mensen te regelen. Want ja, ze komen niet voor niks. Als mensen voor het eerst bij jullie komen, merk je dan dat ze zenuwachtig zijn of een beetje zich generen? Ik weet wel, er zijn mensen ook die zich gewoon schamen. Ja. En dat merk je al bij de aanmelding, want niet iedereen durft zich aan te melden. Uit schaamtegevoel. Ik kom zelf ook uit een situatie waar het niet best is. Dus ja, geweest. Ja. Hoe slecht was het? Ik ben persoonlijk failliet gegaan. Oh ja, dat is wel echt slecht, zeg maar. Echt slecht. Ja, heel eerlijk gezegd, ik weet niet precies wat het is. Als je
dan ben je als privépersoon failliet. Ja. Het begint, je komt in de schuldsanering. Ja. Schuldsanering kan je niet helpen omdat schulden te groot zijn en de inkomsten te laag zijn. Ja. Dan ga je over naar een bewindvoerster. Nou, dat hielp bij mij na 2 maanden al op. Want die kon ook niks doen. Dus dan ga je naar een curator. En een curator vraagt dan uiteindelijk het faillissement aan bij de rechtbank. Ja. Die neemt op dat moment jouw schulden over. Ja. En zodra jij weer in staat bent om af te lossen, staat de staat aan de deur van we krijgen nog geld van u. Je bent dus niet je schulden kwijt? Nee. Ze worden alleen overgenomen, ja. Zodat je van de, ja, van de deurwaarders en dat soort mensen af bent, dat je schulden blijven staan. Ja. Waar leef je dan van? Ja, ik val nu ook onder bewindvoering. Ja. En niet vanwege schulden, maar om privéredenen. Het is beter voor mij, want anders kent de verhuurder wel eens heel lang op je zet te gaan wachten als ik het in mijn kop krijg. Ik leef nu ook iedere week voor €50 in de week. En dat gaat prima. En die krijg jij van je bewindvoerder, die €50? Ja. Staat keurig netjes iedere maandagochtend na 8 uur op mijn bank. Ja. Dus, en als je een keer iets extra's nodig hebt, is het ook mogelijk. Dat zeg ik, ik krijg geen schulden. Ik val om een andere reden uit zelfbescherming onder bewindvoering. Ik heb het zelf aangevraagd. Waarom vraag je bewindvoering aan? Omdat ik mijn eigen ken. Ik kan eigenlijk niet met geld omgaan. Nee. Dat is heel simpel gezegd. Wat moet je van die €50 betalen? Alles. Eten, drinken, kleding, je kapper, noem maar op. Dan is €50 best weinig. Het is te doen hoor, het is te doen. Het is niet veel. Je kan niet het centrum ingaan en een terrasje pakken. Maar eigenlijk is dat ook wat je niet wil doen, omdat je dan weet... Nou, dat ik zou het best wel willen doen, maar... Kijk, jongens, met dat leefgeld, ik hou wel eens wat over en ik kan best wel eens een keer ergens gaan zitten en een biertje pakken. Alleen, ik kan niet de hele middag blijven hangen. Ik heb het veel meer naar mijn zin zo, dan dat ik eventueel meer in de week zou hebben. Ik heb mijn aanvleiding de hele week bij de voedselbank. Geeft het rust als je geen financiële zorgen meer hebt? Ja, zeker. Tuurlijk. En als jij zegt, ik heb periodes gehad van heel veel geld en periodes van geen geld. Ja. Ging de rest van het leven mee in die bewegingen? Dus, ja, tuurlijk. Ja. Toen ik veel verdiende, vrijdag, zaterdag, zondag, koken was er niet bij. Of uit eten of wat halen. Bij mooi weer, zaterdag, zondag, de hele dag op het strand van Scheveningen. Niks meenemen, gewoon een strandtent inlopen, maakt het toch niet uit. Dat zijn dingen die je nou niet kunt doen. Waren dat gelukkige periodes? Ook, maar nou ook. Ja. Nou ook. Dus, ook een dus het is waar, geld maakt niet gelukkig. Nee, maar het maakt het leven wel een stuk gemakkelijker. Ja. Dat wel. Wat een allegaartje heb je hier. Ja, het is van alles wat. We hebben een telefoontje gekregen dat er iemand is overleden en door de familie wordt er dan gebeld. En dan vragen ze of ze dat op komen halen. Of je de voorraadkast leeg komt halen? De voorraadkast, nee. Ja. En dit had die persoon allemaal in huis. Goeie dus voorraad trouwens. Van alles een heleboel hetzelfde. Ja. Dus, ja. En een heleboel glutenvrije dingen zaten er ook bij. Wat waren dieptepunten voor jou in het leven? Een jaar terug ben ik naar mijn huisarts gestapt en heb gezegd, het liefst word ik morgen niet meer wakker. Dat is wel een heel erg dieptepunt meteen. Ja. En hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Ja, allerlei dingen. Ik werd aan het werk gezet door de shows, onder andere. Nu kan ik me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, ik moet ook werken. Ja, die zijn er ook. Ik heb ook geen enkel aan werken hoor. Zo is het niet. Nee, want alleen, uiteindelijk wat je doet voor de voedselbank is ook werken. Is ook, ja. Het is niet dat je daar koffie zit te drinken. In mijn geval is het werken. Ik rij 6 dagen in de week. Ja.
En hoe komt het dan dat je dit werken zo plezierig en fijn vindt, maar het weer ingewikkeld is als het voor een werkgever is? Nou nee, ik heb altijd voor een werkgever gewerkt. Dat is het probleem niet. Alleen, ik heb op de zorgtaxi gereden. Ja, dat bedrijf liet dialysepatiënten soms gewoon een uur, twee uur wachten. Ja, in zo'n dialysecentrum werkt het zo, je wordt aangesloten, vier uur later ga jij er vanaf en wordt de volgende aangesloten. Dus als jij een uur, twee uur later komt, wordt heel dat schema in het ziekenhuis ook door elkaar gegooid. Ja, en dat gebeurde niet één keer, maar dat gebeurde dagelijks. Ja, jij als chauffeur bent het eerste aanspreekpunt. Ja. Daar ken ik daar tegen hoor, tegen het commentaar, want ik weet, het is niet mijn fout dat ik een uur, twee uur later pas bij die mensen ben. Alleen ik kom niet tegen de mentaliteit van het bedrijf hoe ze met die mensen omringen. Ja, ik ben echt iemand, als je afspraken maakt, hoor je er aan te houden. En vooral bij dat soort mensen die op tijd in een ziekenhuis moeten zijn. Help je even mee? Ja! Trekken! Hoe hoog maak je dat torentje? Acht hoog. Acht hoog. Ja. Dit is acht, hè? Volgende week dan zijn we er weer met een bus vol bijzondere verhalen.